Ja, dat is een goeie. Ik heb 22 jaar aan fitnessscholen gewerkt, waarin voornamelijk veel toestellen worden gebruikt. En 22 was denk ik een jaar van corona, waar iedereen en alles even stil stond. Ja. Ik was volop bezig met groei. Op dat moment hadden we 21 vestigingen. We hadden net een nieuwe financiering binnengehaald. En ik was vol in de moeite om door te pakken met nieuwe locaties. Zouden we inderdaad 10 openen. Op een paar dagen voordat corona uitbrak, had ik nog huurcontracten getekend. En nou, ik kwam in één keer thuis zitten, zoals bijna iedereen in de lockdown. Ik zat vol adrenaline. En ik was eigenlijk al was gewend om de hele dag besluiten te maken. En in één keer moest ik downsizen. En nou, dat heeft me wel echt wel een paar maanden gekost om daarvan af te kicken. Als je 22 jaar hebt gewerkt naar een bepaalde groei. Ja. Dus ik maakte zelf wel een soort bewustwording mee van, hey, wat gebeurt er met mij? Maar ja, ik ben ook al 6 jaar geleden ben ik voor het eerst naar retreats gegaan, stilte retreats. Ben ik veel meer gaan lezen over bewustwording, spiritualiteit. Dus ik heb een aardige reis daarin mee doorgemaakt. Ik heb, vertelde je eerder over boksen. Ook met de bedrijf is het vaak doorzetten, is het op de automatische piloot, 's morgens opstaan en gewoon hard werken, soms 70, 80 uur in de week. Ja. En er kwam toch wel even een bewustwording dat er misschien ook iets is geweest van, hey, misschien wel, ben je wel dingen vanuit dicht bij je hart of je intuïtie voorbij gegaan. En als ik gewoon veel in de markt kijk, dan zie je dat er ook steeds meer mensen zijn die, waar ik ook gewoon van hoor van, joh, een sportschool, ja, dat past niet helemaal bij mij. Ik vind het saai met toestellen. En 100%, ja. Ja. ik ging er ook over nadenken. En de bewustwording die ik erbij had en wat ik zag, dat was van, ja, waarom zitten we de hele dag achter een computer en gaan we in onze vrije tijd, gaan we op een loopband staan als een rat in een ratrace. Terwijl je ook buiten in het park kan gaan lopen. Want in de corona gingen er veel meer mensen buiten sporten en wandelen. Hè, maar ook, ja, ik zag ook dat mensen gewoon stressvolle baan hebben. En nou, met alle snelheid naar de yogaschool gaan om daar keihard te mediteren. En vervolgens weer in een outbox achter de computer alle mails weg te werken. En ja, ik denk niet dat de oplossing is dat een uurtje yoga of meditatie je alleen maar in balans brengt. Het is denk ik een levensvisie, een holistisch denken, wat je eigenlijk in je hele leven zou moeten inbouwen. En een voorbeeld van mezelf is dat ik 5 jaar geleden ook dat heel gesegmenteerd zag. Dus ik was hard aan het werk, ik was ook hard aan het mediteren en heel bewust bezig met las ik over spiritualiteit en zo. Maar ik zag het als verschillende dingen. En uiteindelijk heb ik dat steeds meer losgelaten. Ik mediteer nog wel eens. Maar ja, ik kan ook nu bij wijze van spreken op deze stoel en in gesprek met jullie gewoon in een soort meditatieve stand komen. Of in een soort bewustwordingsstand van, hé, Ja. hey, ik ben hier en ik ben hier en nu en Ben je de heel hele dag bewust. eigenlijk bewust van? Ja, Ja. daar ben ik niet de hele dag bewust van, maar als het moet of als het voelt, dan kan ik dat even oproepen. En sommige activiteiten die kunnen dat ook stimuleren. Dat kan sporten zijn of dat kan yoga of Ja. meditatie zijn hoor. Dus, Ja, en jij bent zelf tot die conclusie gekomen, tot die bewustwording. En ja. je dacht, dit wil ik overbrengen op een grotere groep mensen en zeg maar een nieuw concept bedenken. Dus dat is een van de redenen waarom je uit de Urban Gym Group bent gestart en een nieuw concept bent gestart. Toch? Ja. Round 11, eigenlijk een onderdeel van die 11 Club. Kun je iets meer vertellen over de concepten? Wat ik al zei, het was een bewustwording van mezelf. Maar ook heb ik onderzoek. Ik heb even 7 maanden heb ik niks gedaan. Dus ik heb eigenlijk voelde het gewoon bij mij zo van, hey, de Urban Gym Group, die tijd, het is goed om na 22 jaar afscheid van te nemen. En ik heb 7 maanden niks gedaan. En die 7 maanden was het meest waardevolle, want ik heb me ook, ik moet heel eerlijk zeggen, niet helemaal fit en optimaal gevoeld in die 7 maanden. Ik ben gaan wandelen.
in de natuur, waar je helemaal niks van corona ervaart. Mm. Nou, zo kon ik ook even dingen laten landen. Ik ben toen ook gaan kijken van, hey, waar komt dit gevoel nou vandaan? En als je dan gaat kijken, dan, wat ik zag, waren twee belangrijke trends. Eén, mensen hebben steeds behoefte, zijn we steeds bewuster om gezonder te leven. En als je dan kijkt, waar leven mensen dan het gezondst, dan zijn het blue zones. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja, dus daar komen we straks even op terug. Maar je ziet ook een nieuwe trend ontstaan. Ik heb zelf ook twee kinderen, eentje van 19 en eentje van 16. En ik zie dat die veel sensitiever zijn. Ze zijn veel gevoeliger en kunnen makkelijker over hun gevoelens praten. Voelen ook misschien wel eens gewoon een bepaalde vibe, een bepaalde energie. En nou, misschien herkennen jullie dat ook wel. Het zijn niet alleen maar jonge kinderen hoor. Het zijn ook wel gewoon volwassenen die steeds gevoeliger worden. Ja. En ik denk dat daar dat we daar in de sport iets mee kunnen. En zo ben ik gaan nadenken van, hey, wat, oké, mijn persoonlijke ervaring, die gezonde leefgebieden de sensitiviteit, hoger, het aantal HSP'ers, hoogsensitieve persoonlijkheden, dat groeit. Nou, wat kan ik daar nou mee in de sport doen? En ook helemaal terug naar vroeger mijn boksen, dat heeft veel meer gebracht dan alleen maar een fit lichaam. Ik haal er daar veel meer uit, veel meer waarde in het normale leven. Van respect, liefde voor jezelf, voor de ander. Plezier. Plezier. Dus dat soort elementen. Ik denk van, nou, hey, hoe kunnen we daar bewust mee omgaan? En een invulling aan geven. Ja, precies. Dus Round 11 was geboren. Ja. Kun je iets vertellen over hoe die lessen in elkaar zitten? Want dat vind ik. Ila en ik zijn afgelopen dinsdag samen gegaan. Je had ons uitgenodigd. Ja, het is niet normaal. Ik sport best wel regelmatig, maar het is toch weer een nieuwe trigger die je lichaam krijgt. Ja. Dus ik voel het heel erg hier. Maar ja, het is eigenlijk wat je zegt, een stukje mindfulness, een stukje boksen en HIIT training in één les. Ja. Maar kun je even de filosofie erachter vertellen, hoe zo'n lesje in elkaar zit? Nou, heel kort, Route 10, wat het eerst heette, dat had ik al opgericht in de Urban Gym Group, eigenlijk als onderdeel. Oké. Okay. Dat waren eerst twee pop-up shop-in-shops bij Train More als studio's. En dat ging goed, dat zouden we verder uitbreiden. En toen ik de Urban Gym Group verkocht, dacht ik bij mezelf, nou, ik wil helemaal niet met, ik wil echt niks gaan doen, daar ben ik nog veel te jong voor. Dus heb ik Round 10 mee mogen nemen. En in die bewustwordingstijd dacht ik van, hey, hier moet iets aan toegevoegd worden. Want Round 10 bestond toen uit 10 rondes van boksen en HIIT training, afwisselend. Yeah. En daar heb ik een 11e ronde aan toegevoegd. Ook omdat 11 wel een bepaald betekenis voor mij heeft. Maar ook omdat de 11e ronde eigenlijk een extra ronde is van bewust worden, mindfulness. En zo hebben we Round 11 ontwikkeld. Ja. En ja, dat getal 11, dat vind ik wel interessant. Je zei het net al even, we hebben een post van jou gezien op Facebook, geloof ik, waarin je het ook al benoemde, dat het echt een heel significant getal is. Ja. Kan je dat wat verder uitleggen? Ja, goed, ik ben niet een heel zweverig persoon. Ik ben wel spiritueel. Spiritualiteit staat voor mij voor zinsgeving. Waarom doe je iets in het leven? Bewust worden daarvan. Soms zijn er ook dingen die je niet kunt verklaren. Mm-hmm. Nou, een van de dingen was dat ik gewoon echt heel vaak 11-11 op mijn telefoon zag. Ook wat mensen om me heen die me daarin inspireerden. En ik heb daar, ik ben daar wat in gaan verdiepen. Nou, eigenlijk is het getal 11, als je kijkt naar mensen die in de astrologie of in de numerologie geloven, dan staat het getal 11 voor dat je een soort persoon bent die meer liefde en meer spiritualiteit of bewustwording de wereld in moet brengen. Mm-hmm. Nou, dus voor mij is het eigenlijk gewoon een simpel geheugenstoontje. Als ik 11 zie of 11-11, dan denk ik van, hey, eigenlijk, hoe mooi is het als we een nieuwe generatie
deze wereld kunnen creëren. En als maar één steentje van bij kan dragen om de wereld bewuster en liefdevoller te maken, dan... Mooi. Ja, dan is dat mijn doel. Ja. Absoluut, absoluut. En dan, we hebben het al gehad over Round 11, maar binnenkort komt ook Heaven 11, het tweede concept. Ja. Ligt toe. Ja, eigenlijk de boven staat de 11 Club. En de 11 Club, dat zijn eigenlijk allemaal... dat is eigenlijk de start van allemaal activiteiten die waarin sport, bewust worden, mindfulness, even noem het even innemen, en plezier samenkomen. En dat zijn voornamelijk boutique formules. Ja. Maar dat kunnen ook activiteiten zijn. Ik kom net terug uit Ibiza. Daar hebben we een hele bijzondere retreat gehad. Met een hele leuke groep. Een week lang vol boksen, mindfulness, yoga, meditatie, wandelingen, vegetarisch eten. Dat was hartstikke mooi. Dus dat zit ook onder die 11 Club. Maar Heaven 11, dat is een nieuw yoga concept. Wat ik eigenlijk wil nastreven is dat ik heb heel veel yogalessen gedaan. Maar ik vind het heel vaak ook gewoon zo serieus. En ik mis daar een klein beetje ook de fun factor. Het zijn vaak witte wanden, serieuze blik. Ja. Serene omgeving. Serene omgeving. En, ja, fun factor en yoga zou ik niet snel in één zin noemen. Een serieuze houding innemen. Een instructeur die staat in de verte en die noemt bepaalde standen en die voel je in. Nou, ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar het is wel redelijk serieus en het helpt je ook wel naar binnen keren. Maar ik denk ook dat het anders kan. Ik denk ook dat het met plezier kan. En dat de factor beleving, die komt binnen in een hele mooie, leuke, inspirerende omgeving. Je wordt ook getriggerd door leuke elementen, muziek, warmte. Maar ook de instructeur die een stukje meer ook een entertainer is dan alleen maar iemand die vertelt wat verhouding je moet nemen. Dat zijn elementen die we in Heaven 11 gaan verwerken. Gaaf, oké. Okay. Ja. En ambitie? Komen er meer concepten onder Round 11? Ik heb nog meer ideeën. Die staan nog helemaal in de kinderschoenen. En ik merk ook, het is een rare tijd. Zeker. Ja, stap voor stap. Stap voor stap. Maar wel leuk om te weten dat er wel nog iets aankomt. Ja. Nog één vraag daarbij. Want we hebben het met Barbara, was het volgens mij, over die audities gehad. Van trainers voor High Studio. Ja. Doen jullie dat dan hier ook? Ja. Ja. We trainen ook echt. We hebben een talent trainer. Ja. In de eerste plaats niet voor Round 11. En die traint de trainers. En die kijkt ook of de trainers tevreden zijn. Ja. Die bewaakt de kwaliteit. Heel belangrijk. Maar ook onze missie. Hè? Dus zit er voldoende mindfulness in de lessen? Heeft een trainer ook een stukje entertainend gehalte? Want worden de trainers en de werknemers ook meegenomen in dit verhaal over de Blue Zones? En... Ja. Ja, dat wordt echt gewoon... Iedereen straalt dat een beetje uit eigenlijk. Ja, ja, we selecteren de mensen er ook op. Precies. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat... kijk, onze trainers... Als wij staan voor fitness, plezier en bewust worden... Dan moet het ook in de trainers en in de mensen achter de barbarie, onze host, zitten. En de trainers die selecteren natuurlijk voor Round 11 op boxing skills... Maar ze moeten ook een stukje bewust worden en openstaan voor een stukje spiritualiteit. Ja. Maar, en fitness, ze moeten natuurlijk ook kennis hebben van fitness. Maar eigenlijk zeg ik van, joh, ze hebben een stukje ervaring als trainer. Maar er moeten voornamelijk ook mensen zijn die een stukje liefde kunnen verspreiden. Ja, en, DNA van Round 11. Ja, ik noem dat lichtwerkers. Hè? Dus onze trainers zijn niet alleen maar ervaring, deskundigen in sport, maar ook een stukje... Ze geven ook een stukje licht als het gaat naar de mensen in de lessen. Ja. All right. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat jij met je concepten de status quo challenged, om het zo maar te zeggen. Dus de status quo van fitness. Dus niet meer alleen met gewichten in de gym.
maar ook van yoga. Waarom voel jij die urgentie om die status quo te challengen? Want ik vind het wel heel leuk, alleen het is een nieuwe richting. Ja, dat is een goeie. Ja, ik denk dat het een klein beetje in mijn bloed zit. Ik ben een early adopter. Mm-hmm. Iemand die graag naar nieuwe trends kijkt. Die graag naar nieuwe bewegingen kijkt. En kijk je dan ook bijvoorbeeld naar het buitenland, bijvoorbeeld de US? Ja, ik ga regelmatig naar Amerika of naar Londen. Daar zie je ook heel veel formules die nieuw zijn. Ik doe er inspiratie op, maar ik kijk ook heel erg naar mezelf, wat ik zelf zie en ervaar. En ik praat heel veel met mensen over nieuwe trends. En ik spreek met jongere generaties. Ik probeer zo een gevoel te krijgen waar dingen naartoe bewegen. Ik vind het gewoon heel leuk om daarin voorop te lopen of vooraan te staan met nieuwe ideeën. Mm-hmm. En om zo'n verandering beweeg te brengen. Ja, en wat zijn dan de doelgroepen, zeg maar, die jullie aanspreken? Of jij aanspreekt met je... Ja, ik richt me voornamelijk op de jongvolwassenen. Dat zijn mensen waar ik heel veel positieve energie uit haal. Dat zijn vaak mensen met nieuwe ideeën, met een frisse blik op de wereld. Mm-hmm. En millennials, Gen Z. Ja, generatie Z, ja. Het ja, is ook ja, wel ja. een hele veranderlijke generatie. Denk je dat over 5 jaar dat het concept dan ook zal meegroeien? Of blijft het bij deze generatie hangen? Dingen zijn altijd in verandering. Mm-hmm. En sommige dingen gaan heel langzaam, sommige dingen gaan heel snel. En ik denk de beweging die ik in heb gezet, dat het iets is wat heel lang gaat duren. Ja. Het is echt, ik denk dat we langzaam een soort tweesplitsing gaan zien in de wereld. Waarin mensen die veel vanuit hun hoofd, uit leven, de automatische piloot, dingen doen. Wat misschien ook helemaal niet altijd verkeerd is, hè? Dus, maar een stukje materialisme, wat daar een rol bij speelt. En mensen die vanuit hun hart en vanuit intuïtie en vanuit creativiteit wil leven, ja, dat wel een conflict wordt. Want ook die jongere generatie die vanuit hun hart en intuïtie willen leven, ja, daar hoort materialisme ook nog steeds een klein beetje bij. En dat is voor hun een innerlijk conflict van, hey, ja, moet ik nou van 9 tot 5 gewoon hard werken om mijn geld te verdienen, dan wil ik ook nog echt ruimte hebben voor andere dingen, maar... Ja, om in deze maatschappij te komen, moet je ook natuurlijk gewoon een inkomen krijgen. Ja. Je ook nog... Dus dat zijn de conflicten. En zo kan je nog veel meer conflicten bedenken tussen die oude en nieuwe generatie. En ik denk dat misschien nog wel een paar generaties gaat duren. Ja. Voordat daar... Maar als wij daar met z'n allen een klein steentje aan bij kunnen dragen, dan is dat misschien ja. een mooie bijdrage.